Met je lelijke muts! Je kop is bedorven, idioot! Pesten is niet cool. Dat vindt Dolfje Weerwolfje ook. Hij komt op tegen pesten en jij kunt hem helpen. Dat hoefde Paul van Loon geen tweede keer te zeggen. Kinderen uit heel Nederland stuurden hun pesttips naar de huispagina van Dolfje Weerwolfje. Ook de leerlingen van groep 5 van de Rotterdamse Globetrotter. Hallo, ik ben Rick. En mijn anti-pesttip is, als iemand gepest wordt, help hem dan. Rick's tip viel in de prijzen, maar tot ieders verbazing bleek hij niet de enige te zijn in de klas. Ook zijn beste vrienden Bastijn en Tristan krijgen zondag een heldenspeldje. Elke week controleer je of je gepest bent, zowel dan praat je er met de juf over en de kinderen die erbij betrokken zijn. Rare kanarie! Ik was bij mijn opa en oma toen ik het mailtje kreeg. Beautiful. En ik dacht, nee, dit kan niet. Tristan heeft ook al gewonnen. En de dag daarop op school hoorde ik dat Rick ook gewonnen had. Ja, ik denk, hè? De drie vrienden hoefden niet lang na te denken over een tip, want ook zij zijn wel eens gepest. Dat was bij de WSO, gingen ze mijn tas pakken en renden ze ermee weg en dan gooiden ze hem voor mijn voeten en dan struikelde ik en gingen ze me uitlachen. Brillenkop! Ze gaan bijvoorbeeld schelden en jagen me weg terwijl ik aan het spelen ben. Ik haat je! Ik voel me vaak vernederd en gekleineerd. En voel ik me ook nog eens heel boos. En daarom willen de jongens dit soort dingen nooit meer horen. Vuurtoren! Je bent heel erg lelijk. Stop pesten.